Hey Arne. Hoi. Waar ben jij gisteren terechtgekomen? Iets voor Ede. Oké. Ik ben op het Heigeland. Ja. Yeah. Ik haalde het niet over Ede heen. Ik kon weinig te niet vinden. Dus uiteindelijk goed geland voor Ede. Het was halverwege wel redelijk moeilijk hè, om boven te blijven, begrijp ik. Ja, klopt. Ik heb een paar goede bellen kunnen pakken, maar niet voldoende om verder te kunnen steken. Nee. Dus dat was lastig. En ik vloog in mijn eentje, dat was wel jammer. Ja. Ik vlieg toch liever samen met mensen. Ja. Heb je meer kans dat je wat vindt. Precies, dan heb je wat aan elkaar. Maar ja, misschien dat het vandaag beter wordt. Ik zie al wat wolkjes ontstaan. Dus dat is een goed teken. Oké. We zien het. Hoi. De tweede piloot op goal gisteren. Ja. We hebben je nog gezocht, maar we konden je niet vinden. Ja, waar was je? Hoe ging het bij jou? Ja, goed. Ook een moeilijk middenstuk, wat ik van iedereen hoor. Ik heb bij... Lijkt bij Duurstede, bij Koten, heel laag gezeten, 2,5 of zo. Maar bij Culemborg ging het weer helemaal omhoog. Dus toen ook opgeleid naar goal. En waarom niet op het goalveld geland? Nou, ik wist niet wat het goalveld was. Oké. Okay. Dus ik denk van, en ik vond die velden waar wat er dus uiteindelijk het goal was, niet zo mooi op de wind liggen. Ik denk, ik pak wel een ander veld wat goed op de wind ligt. En je stond ergens in de uiterwaarde? Ja. Oké. Okay. In een of ander gegooid veld of zo. Ja, wij zitten op het oude plaatje. Ja, prima. In de glazen, weet je wel. Toen hadden ze het al verhoogd. Maar daar ging ik een beetje fout zijn. Tano, als ik even mag storen. Hoe was jouw dag gisteren? Ja, lekker. Hoe ver ben je gekomen? 10 kilometer van Goal af. Oké. Maar iets te ver naar het zuiden gewaaid. Ja. Dus, en heb je alleen gevlogen? Ja, het begin even met Joost samen. We hebben even een knetterbel gepakt. Maar Joost stond op Goal. Dus... Ja, toen na die knetterbel was ik bijna uitgezakt. Ja. Ik moest net een belletje pakken. Maar wij gleden wel samen. Wij gleden wel samen, ja. Toen zag ik jou naar links zijn. Ik denk van ik pak even het keerpunt en dan ga ik verder. Maar helaas. Die Ja, die zag ik wel. Maar ik denk van dat is helemaal uit de koers. Nou, het was... Ja... Maar in waar hadden we naartoe moeten gaan? De zwevers zaten in de liftlijn. Ja. En ik denk van, en het zat de hele tijd al in die liftlijn. Want die bel die vond ik ook door wat gepruttel. Ja. En toen zat het zuiden niet. Toen ging ik in de wind in. En toen vond ik die bel. Dus die bellen die zaten continu in die liftlijn. En ik met die zwevers ging dus ook op die lijn naar die zwevers toe. En toen pakte ik wat. En daar ging ik op hoogte. En toen kon ik dus ruim naar het keerpunt pakken. En achter Veenendaal toen rommelde ik een beetje richting Amerongen of zo. Dat ding. Ik ben niet geweest. Hey, succes weer vandaag. Ja, dankjewel. Hey Rob. Hoi. Hoe was jouw dag gisteren? Gisteren? Ja. Oh, dat is lang geleden. Ja. Nee, ik vond het leuk. Ik heb lekker gevlogen. Ja? Ik was helemaal trots dat ik hier van 180 meter nog weer weg kwam. Oké, dus je hebt moeten struggelen. Maar het slepen vond ik moeilijk. Ja. Dan kwam die kabel helemaal slap te hangen. Ik kan het proberen, maar... Maar je bent daarna weer gestart en toen ben je wel weggevlogen? Ja, toen weer laag dus. Oh, okay. Maar vanaf 180 meter toch weggekomen. Ja. En... Welke hoogte ben je weggestoken eigenlijk? Ik denk 1100 meter of zo. Oké. Vlak daarna ben ik tot bijna 1400 gekomen. Dus dat ging hartstikke goed. Daar was niks mis mee. Maar met 1400 meter hoogte en deze wind moet je een kilometertje of 20 kunnen halen. Precies. Dat was zeg maar het eerste keerpunt. Dus je hebt daarna niks meer gevonden. Nee, ik kwam op 800 meter bij het eerste keerpunt aan. Ja. Dus dat was best wel nog oké. Ik had gehoopt daar hoger aan te komen, maar dan zit je nog niet helemaal in de stress. Hè. Maar er zat een grote stad en heel veel bos die uit Utrechtse heuvelrug kon je liggen. Dus daar wou ik opkomen, maar... Ik durfde niet zo goed was even een beslissing, ja precies. Want soms er ook wel veel zink zat. Ja. Dus ik heb... Je moet ook nog kunnen landen? Ja, nou, ik zocht naar de bel, maar die vond ik daar niet. Dus ik heb 800 meter... Weggesnoept. ja, gezocht en gedraaid. En, toen ben ik gelanden. Ik zag iemand staan op het veldje daar. Dat was ongeluk dat het zijn. Oké. Dus dat was wel gezellig. Ja, precies. Weer een fun dag gehad, maar... Ja. Oké. Nou, voor weer succes vandaag. Ja, dankjewel. Nee, je zit niet met de verre wedstrijd, hè? Oh. Hoef je niet te schminken, hè? Nou, dan heb ik ook de verkeerde kleur, denk ik. Goedemorgen. Hey, Gijs. Ik heb je niet gezien op het golfveld gisteren. Dat betekent dat je
ergens halverwege uitgezakt bent? Ja, ietsje voor de helft helaas. Ja. Maar ik stond gelukkig in goed gezelschap met 3 omhoog. Ah. Dus de social suck heeft zijn werk weer gedaan. Bij wie stond jij? Bij Robje, bij Fred en bij Holger. Oké. Okay. En ik hoorde net van Robje dat hij zei, ik moest bos en een stad over en dat heb ik maar niet gedaan. Nee. Was het voor jou hetzelfde? Klopt. Het was of linksom via de rivier met kans op minder landingsvelden, minder thermiek. Ja. Of rechtsom door een vallei, maar dan moest je tegen de wind in. Ja. Dus heb je je hoogte opgesnoept en niks meer gevonden? Zo is het. Oké. Hey, succes weer vandaag. Dankjewel. Frank, wat voor dag heb jij gisteren gehad? Mooie dag. Ja? Waar ben je uiteindelijk beland? 3 kilometer voor goal. Zo? Ja. Dat is niet verkeerd. Het zat er net niet in. Ik had nog een klein stukje, nog 200 meter moeten hebben. Dan moest ik ook op de bal heen. Ja. Was dat een spannend moment of je het wel of niet zou halen? Of was het meteen al duidelijk dat je het niet ging halen? Nou, ik heb een tijdje geprobeerd om het een en ander te doen. Maar ja, het wilde maar niet lukken. Ja. Ik durfde niet op 0 meter mijn inzicht mens gaan varen dat ik het zou halen. Maar ik durfde het toch maar niet om over de bebouwing heen te vliegen. Ja. 0 meter over. Dus je hebt voor veiligheid gekozen en net niet gehaald. Ja. Nou, dan ben je heel eind gekomen. Ja. Goed hoor. Hè. Je zal wel tevreden zijn, denk ik. Ja, ben ik ook. Nou, mooi zo. Hey Rob. Ja, zeg het eens. Hoe is het gisteren gegaan bij jou? Ja, ik denk een dikke 7 kilometer. Hier vandaan? Ja. Oké. Okay. Maar liefst. Ja. Het was bos over daar en landen. Helemaal niks meer tegengekomen. Ja. Geen piepje gehad meer. Oké. Okay. Totdat ik op 70 meter zat. En, dat dan... was 2-3 bochtjes maken en toen had ik zoiets van nou laat ik toch maar mijn hoogte houden om een veilige landing te maken. Ja, dus, precies. En dat is goed gelukt. Dat is toch een beetje een dag dat je ook voor veiligheid moet kiezen, omdat het turbulent is, weinig te vinden en dan ga je het niet pushen. Nou, ik push het sowieso niet. Nee. Ik bedoel, ik vlieg toch niet mee om in de top mee te vliegen. Dat, nee. Ik vind het gezellig om mee te doen en het is gewoon lekker vliegen. Okay. Daar gaat het voor mij om. Hé, hey, Paul, hoe ben jij gisteren gevaren? Goed, ik heb rond de 40 kilometer gevlogen. Dus okay. Ik had 20 kilometer te kort. Ja, het eerste stukje ging redelijk goed. In het laatste stukje was de wind toegenomen. Daardoor werden de bellen elke keer afgebroken. Ja, ik kon niet meer... Moeilijker om er gebruik van te maken, ja. Toch? Ja, ja. Ja, dus we blijven een beetje op een airjojo. En heb je alleen gevlogen? Ik heb een klein stukje met Koos samen gevlogen, laatste stukje. En die was je kwijt aan het eind? Nee, die zijn samen, Ook geland? In de buurt geland. Ah, oké. Okay. Ja, dus maar we konden allebei niet de juiste bel vinden. Of, ik denk dat het door de wind toename kwam. Ja. Ja. En wat Rob zegt, ik vlieg alleen voor de lol. Hoe is het met jou tegenwoordig? Ik ben niet meer zo fanatiek als vroeger. Ja. Dus het is leuk meegenomen, maar een veilige start, veilige landing. Is en de rest ertussenin is allemaal mooi meegenomen? Meegenomen. Oké. Okay. Meegenomen. Ja. Hey, succes weer vandaag. Dankjewel. Hey Koen, jij kwam gisteren nog te sprake op goal door Martin. Jullie hebben een stukje samen gevlogen. Ja. Waar ben jij nou terecht gekomen? Was de vraag eigenlijk. Ja, ongeveer 15 kilometer verderop. Ja? Ja. En jij hebt Martin wel gezien, maar je kon hem niet volgen? Nee, ik denk, laat ik het zelf proberen. Dan leer ik misschien nog wat, maar misschien dat ik het toch beter achteraan kan. Oké, dus dat was het leermoment van gisteren? Ja, eigenlijk wel. Vlieg achter Martin aan. Zoveel mogelijk. In ieder geval, als je samen bent, vlieg dan samen. Ja, hij was maar zo weg. Hè. Martin vliegt wat harder. Ja. Ja, dat is ook natuurlijk ook zo. Ja. Maar ben je wel tevreden? Hij wacht ook niet. Hè. Dus je vliegt maar achter mij aan. Maar weg. Ja, ja. Ben je wel tevreden? Ja, wel een leuke ervaring om hier te vliegen. Oké. Okay. Hartstikke mooi. En succes weer. Dankjewel. Fred. Nee, Fred. Ja. Ben je nog in bekend terrein geland gisteren? Nou ja, het was allemaal herkenning eigenlijk onderweg. Maar niet ver genoeg helaas. Want je woont in Culemborg. Ja, ja. Daar had je graag willen landen. Ja, je ziet dan de Lexo stromen, weet je wel. En dan denk je van ja... Maar ja, dan heb je de Utrechtse Heuvelrug. Ken je die? Ja, zijn er meer voor geland. Nou, vlieg je in de bergen, in Nederland heb je een Utrechtse Heuvelrug. Het stelt niks voor, hè? Ja. Het zijn een paar bomen, maar ik kwam er toch niet overheen. Dat is,
Dat is frustrerend. Ja. Ja, ik lach wel, maar ik heb gehaald. Juist is zo. Maar dat was natuurlijk een unieke kans om in bekend terrein te landen voor jou. Maar ja, ja. Er zijn mensen die zijn, is het gelukt? Ja. Zelfs Tanno is in Culemborg geland. Ja. Ja. Ja, fijner bestaat er volgens mij niet. Je kan zo kersen gaan plukken, eten, weet je wel. Ja. Dus op dit moment het moment voor. Ja, maar de wind komt uit dezelfde hoek vandaag. Dus misschien weer een kans om weer daar terecht te komen. Ja, ja, dat, nou ja, wie weet. Ja, okay. Ja. Hey, succes. Op weg naar de Betuwe. Oké. Okay. Maps. Binnen de cirkel. Oké. Ja. Nou ja, dan moeten we even horen wie dat het snelste van die twee heeft gedaan. Ja, er waren twee mensen op goal. We proberen even te achterhalen wie het nou het snelst gedaan heeft. En voorlopig weten we alleen nog maar dat Joost er eerder was als Martin, maar dat zegt natuurlijk niks over de benodigde vliegtijd. Nee. En ze stonden ook niet helemaal in hetzelfde veld, maar ik kreeg net de bevestiging dat ze wel allebei binnen de cirkel stonden. Dus daarmee lijkt het dan wel geregeld voor die twee. Ja, spannend nog even. Wie het eerste de exitcirkel uitgevlogen is, daar gaat het eigenlijk even om. Ja, wie de kortste tijd gebruikt heeft, ja. Nodig was om ja. Te komen. Wie moest dat remmen? Joost. En Martin, ja. Joost, even kijken wat hier staat. Andrees is nog even aan het stoeien met de software, zal ik maar zeggen. Het is de eerste keer, André. Ja, het is de eerste keer. En hoe gaat dat? Nou, ja, het inlezen, dat lukt nou. Het uitlezen nog. Maar het verwerken is nog even een punt voor mij. Ja. Dus ik ben nou even aan het kijken. Ik doe het nou gewoon even handmatig, laat het niet de computer doen. Joost, gestart om 11:33. 5-1. Zijn laatste. Dat is zijn start. En dan gaat hij dus helemaal naar onderen, naar zijn landing. En dat zou zijn 13:25. 25:39. En nou, Martin. Als dit dus juist is. Hè, zo zie je maar weer om de informatie in een computer te krijgen, dat wil nog wel, maar om het er dan weer aan te ontfutselen. Juist. Ja, en weet je, als je het voor de eerste keer doet, dan, is het, dan gaat hij dat nog allemaal op zitten nemen ook. En mag jij straks optellen, Harm? Heb je een rekenmachientje bij je? Oh, dus ja, hier. Daar zit in die ding natuurlijk. En ik neem aan tenminste, maar dat de laatste tijd ook echt de tijd is dat hij geëindigd is. Hè? Dat hij dus geland is. Om uiteindelijk de deur in huis te vallen, de taak van vandaag is bekend. We hebben te veel wind. We willen het risico maar niet lopen. Bovendien is er bijna geen. Ja, er is een score. Ik was daar net voorbij bij de score. En wat ik zeker weet is dat op nummer 3 Frank Cox geëindigd is. Ja. En wat ik ook zeker weet is dat er 2 op goal stonden. Ja.
onder voorbehoud, we weten nog niet wie dat in de snelste tijd heeft gedaan. Dat kan André heeft op dit moment nog eventjes het probleempje met de software. Maar Joost en Martin stonden te komen. Ja, proficiat. Oké. Nou, dan wens ik iedereen nog een fijne dag. En tot morgen. Koos, ik had jou nog niet gevraagd, hoe was jouw dag gegaan gisteren? Ja, het ging wel goed hoor. Het was een leuke vlucht, leuke vlucht. Maar als je wat lager kwam, was het moeilijk. Hè? Werd je ook eind weggezet. En halverwege de taak was het moeilijk om net even daaroverheen te komen. En ja, het is over de bossen. Ja. Begin zie je allemaal andere vliegen. Maar op een gegeven moment moet je het zelf doen. Hè? En je hebt geen enkele oriëntatie boven je, dus je was voornamelijk naar beneden aan het kijken. Ja. En waar let je dan op? En dan je hebt rekening aan met de wind en dan een obstakel. Bosrandjes of zo. Ja, maar, dus ik had er misschien nog de Rijn over moeten steken, want dat is natuurlijk wel een mooie obstakel. De eerste heb ik op. Maar niet meer gedaan. Oké. Nou, vandaag niet vliegen. Nee. Morgen weer. Oké, succes. Het zou kunnen zijn van achter de vlag.